Ik ga je wat leren. Ik ga je een liedje leren, oké? Okay? Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. A few moments later. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Knol power. Hallo dames en heren en heel erg leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik ben hier in Maastricht en ik heb zojuist mijn moeder laten schrikken. Was heel erg leuk. Was echt heel erg leuk, hè mam? Fantastisch. Was fantastisch. Ik snap niet dat ik je nog steeds ben lukt. Daar mag ik ook enorm van. Kijk maar eventjes. Goedemorgen. Oh. Oh my gosh. Hey mam. Hi, goedemorgen. Heb je lekker geslapen? Ja hoor. Ik had een heel groot bed. Ik verdwaalde bijna in bed. Ik had precies hetzelfde. Fantastisch. Ik kwam gisteren in de hotelkamer en ik dacht, wow. En zal ik laten zien hoe ik lag? Nou? Gewoon zo. Omdat het zo'n groot bed was. Ik heb gewoon zo geslapen. Ik heb wel goed geslapen. Was een goed bed. Jij? Ja, heerlijk. Heb je zin in vandaag? Ja, maar ik ben een beetje nerveus. Een beetje spannend. Ja. Ja, snap ik wel. Allemaal croissantjes. Het is belangrijk dat ik eventjes goed ga ontbijten. We gaan zoiets vets doen straks. Eerst eventjes ook pannenkoekjes. What? Oh, ik hou echt van hotel ontbijt. Meestal is dat heel lekker. En je kan gewoon altijd zoveel dingen kiezen. Zo lekker. Gezellig hoor, mam, zo met z'n tweetjes. Nou, luxe hè? Ja, hè? Het bed is iets harder dan ik dacht, maar ik ga jullie eventjes uitleggen wat precies de bedoeling is. Samen met mijn moeder heb ik net een uitleg gekregen. En dat was heel erg veel informatie in één keer, maar het was wel eventjes belangrijk. We gaan iets heel erg tofs meemaken. Ik ben gevraagd door Yamaha om hier te komen. Als eerste vroeg ik, kan ik mijn moeder meenemen? Dat lijkt me zo super vet en heel gezellig. En dat kan. Dus daarom ben ik hier met mijn moeder. Super tof. Ik heb hier een aantal spulletjes klaar liggen. Ik moet me namelijk gaan omkleden. Want straks moet ik beneden helemaal klaarstaan. En ga ik dus een testrit maken op een gloednieuwe motor. Niet zomaar een motor. Het is best wel een bijzondere. Dat krijgen jullie straks te zien. Maar eerst even omkleden. Zo. Ik ben er helemaal klaar voor. Hopelijk jullie ook. En dan is het gewoon vooral heel erg hopen dat ik 1. Niet ga vallen. Want het is rijden op een motor die ik nog nooit heb bereden. En 2. Laten we alsjeblieft hopen dat het niet gaat regenen vandaag. Zo te zien en zo te horen is iedereen er al klaar voor. En hoe super tof is dit om mijn moeder op deze motor te zien. Mama, wat doe jij nou op een Yamaha? Wat super vet! Op deze motor, dames en heren, gaan we dus vandaag rijden. Dit is de Yamaha Niken en die heeft 2 wielen voor. Dat is echt heel apart, denk ik. Ik ga het meemaken. Wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen. Altijd blijven lachen, wat er ook gebeurt. Is het bewijs dat Nederland hele mooie plekken heeft? Nou ja, absoluut. Ja, toch? Ja, Limburg is echt zo mooi om te kijken. Dat is echt niet normaal. En we hebben net onze eerste rijervaring gehad met deze motor. Ja. En ik vond het zo, zo super stoer. En nu ga ik even wat harder praten hoor. Ik vond het zo super stoer, want ik zag duidelijk dat mijn moeder veel beter reed dan verschillende mannen daar. Ah! We rijden dus in een groep van ongeveer, 10 mensen. Zoiets. En je bent de enige vrouw. Ik ben de enige vrouw, ja. Super stoer. Oh ja. Echt super stoer. Het ziet er zo vet uit. En dan zie je onder die helm, zie je zo heel mooi zo, dat staartje zie je zo wapperen. Ja, nee, het ziet er onwijs stoer uit. En die motor is zo ontzettend breed. Als je erop zit, dan is dit vlak is echt ontzettend breed. Dat zei je ook al. Ja, als je erop zit, dan voel ik me heel klein. Maar als je eenmaal rijdt, dan voelt hij weer heel licht. Dat is wel echt waar. Ja, ik vind het een hele mooie ervaring.
Dat is goed om te horen. Dat is ook de bedoeling van deze dag. Alleen nu zullen jullie misschien denken, kijkers, dat aangezien je twee banden voor hebt, dat deze motor gewoon blijft staan. Dat als je hem neerzet. Maar dat is dus niet zo. Als je deze motor neerzet zonder standaard, dan valt hij gewoon om. Het is namelijk zo dat deze motor, die is gemaakt met de banden zo bij elkaar dat je nog wel een motorrijwijs hiervoor nodig hebt. En het is echt een hele vette motor. En het is zo gruwelijk om te zien dat we met zoveel van deze motoren aan het toeren zijn hier. Want er worden het eerste jaar maar een paar honderd gemaakt in heel Europa. En nu staan we met een stuk of 10 van dit soort motoren bij elkaar. Dus het is een hele vette ervaring. Motorrijden vind ik sowieso ontzettend gaaf. Ik rij zelf op de Yamaha MT-09. En dat is eigenlijk de enige motor dat ik gewend ben. En om dan op deze motor te rijden is echt een hele vette ervaring. Dus we staan hier heel eventjes. Zon is gaan schijnen, daar ben ik echt blij mee. Maar we gaan nu weer op de motor stappen. En nu gaat het echte werk beginnen pas, is mij verteld. Dus ik ben heel erg benieuwd en jullie gaan het zien. Zien op camera hoe scherp je bijvoorbeeld door een bocht gaat of hoe groot de motor is, dus hoe breed dit is. Dat is altijd een beetje moeilijk om te laten zien. Maar ik kan wel bewijzen dat de bochtjes heel goed gelukt zijn. Want je hebt hier aan de zijkant van de motor heb je zeg maar ijzeren stepjes en dan heb je hier een staafje met een balletje. Nou, dit was dus een balletje. En die is zeg maar helemaal afgeschaafd. Dus het was best wel vet om deze motor zo keihard door de bocht te gooien. En dan gewoon bij elke bocht zo... Dus gewoon die stepjes constant tegen de grond aan. Dat was wel echt heel erg vet. Het enige wat ik heb gemerkt is dat ik heb helaas niet de shots kunnen maken die ik normaal gesproken maak. Dus misschien zijn jullie ook wat meer gewend van mij. Maar dat komt omdat ik ben hier met een hele groep mensen. En niemand van hun is YouTuber. Ik ben gewend als YouTuber om heel veel te stoppen als je iets gaat doen. Zodat je shots kan maken. Ik had de drone bij me, dus ik had drone shots willen maken. Ik had willen stilstaan in de bochten en dan aan jullie willen laten zien hoe schuin je kan gaan met die motor. En dat je mij dan ook voorbij ziet komen met zowat de knie ook aan de grond. En dat je mij hoort schaven zo. Ziet er super spectaculair uit. Maar helaas heb ik die beelden niet voor jullie kunnen maken. Omdat ik het niet kon maken om te zeggen van, we gaan stoppen om shots te maken. Daar baal ik zelf voornamelijk van. Misschien dat jullie het alsnog vet vinden, dat weet ik niet. Maar het was een goede tour dit. Ik ga je wat leren. Ik ga je een liedje leren, oké? Okay? Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. A few moments later. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Hey, box. Yeah, zo hip is mijn moeder, mensen. Ik stop dat ding ook echt in mijn oor. Zoek gewoon naar. Ja, ik heb een hotel meegenomen. Hotel. Ik heb een banaan meegenomen van het hotel voor onderweg. Een hotelbanaan. Met een. Je hebt een appel. Ik heb een hotelappel. En ik heb ook nog een hotelbroodje meegenomen voor onderweg. We moeten 2 uurtjes rijden, zowat. Ja, gezellig. Maar het was het allemaal waard. Het was echt heel erg leuk. Ja, ik wil nog even de mensen bedanken allemaal. Ja, het was heel erg leuk. Goed georganiseerd, hele lieve mensen. Heel erg mooi hotel ook. Heerlijk geslapen. Ja. Hele mooie omgeving hier in Maastricht. Zo. Dus stel voor, je hebt een motorrijbewijs en je bent hier nog nooit geweest. Zeker weten een aanrader om hierheen te gaan. Want hier zitten echt wat mooie heuveltjes, voor zover we dat hebben in Nederland. Plus bochten. Dus dat is echt. Echt heel vet.
hè, nou weer. Slaap, kindje, slaap. Ik zat echt, ik hoorde dat. Ik zei, maar kom dit bekend voor. En ineens dacht ik van, wanneer komt nou dat doem, doem, doem. De tekst kwam alleen niet van slaap, kindje, slaap. Het was alleen de melodie. Ja. Deze ken je, hè? Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever. Mama is er klaar mee. We zijn weer thuis. Oh, we hebben echt zowat alleen maar file gehad. Dus mama die ging ook even lekker slapen. Ik geef een groot gelijk. En dan gaan we nu nog eventjes samen gezellig koffie drinken. Koffie! Jee, koffie. Dat kunnen we wel goed gebruiken. En dan gaat mama weer naar huis. Mama die is er net vandoor gegaan. En ik ga meteen hier achter de computer duiken. Want morgen en overmorgen ga ik weer weg van huis. Daar heb ik ontzettend veel zin in. Maar ik wil er natuurlijk wel voor zorgen dat als ik wegga van huis, dat er gewoon video's online komen. De Fortnite video's. Dus het is tijd voor mij om even Fortnite te gaan doen en op te nemen. En hopelijk ga ik weer heerlijke potjes spelen. Maar dat komt meestal wel goed. Oh nee, er piept iets. Wat hebben we hier? Wauw. Sportief bezig en zo. Heel nice. Goeie pizza. Zo, lekkere pizza. En terwijl ik deze pizza ga proberen te knippen met mijn pizzaschaar, wil ik eventjes wat aan jullie vertellen. Want 8 en 9 september ben ik aanwezig op Byte. En nu zie ik een paar vraagtekens. Ja, ik zie ze gewoon door de camera heen. Wat is Byte? Nou, Byte is een YouTube-event. Dat wordt georganiseerd in België. En daar ben ik aanwezig. 2 dagen, 8 en 9 september. Je hebt speciale meet-and-greet tickets die je kan halen op Byte. De website staat in de beschrijving. En als je een meet-and-greet ticket hebt, dan ben je dus gegarandeerd van een meet-and-greet met mij. Dus als het jou leuk lijkt. Oh, nu is even de vraag. Ga ik het zo laten in 4 stukken of ga ik hem meer stukken knippen. Ik denk meer. Dus nu ben ik benieuwd of ik jullie daar ga zien. Laat het dan even weten in de reacties. Als je komt, zou ik heel erg leuk vinden. Als je niet komt, even goede vrienden. Ik verwacht niet dat iedereen komt. Maar hey, er zijn mensen die het heel erg leuk vinden. Ik begrijp het ook nog steeds niet. Om mij te zien. Dus, wil je mij zien, dan weet je hoe dat kan. Kom alsjeblieft niet naar mijn huis, maar kom naar Byte. Dat is namelijk iets leuker voor mij ook. Want ja, stel voor, er gaat nu de deurbel terwijl ik hier voor jullie dit aan het opnemen ben en pizza aan het knippen ben. Ja, dan verpest dat het moment natuurlijk wel. Zo, nu heb ik hem in 8 stukjes en kan ik heerlijk hiervan genieten. Ik was zo sportief bezig de laatste tijd. Ik dacht, er past vast wel een pizza in. Oh, deze pizza is echt goed. Dit is een pizza funghi volgens mij. Dat is met kaas en champignon. Nou, dan gaat mijn laatste pizza stukje. Ik zie jullie dus misschien in Antwerpen. Daar is het evenement. Het heet dus Byte. Byte. Nou, dat was wel even gezellig zo, 1-op-1 met jullie, zo tijdens het eten. Eet ik toch nog een beetje niet alleen, zeg maar. Oh, dat klonk echt heel zielig hoor. Dan eet ik gewoon net weer niet alleen. Nee hoor mensen, maak je niet druk. Ik heb altijd Sokje nog. Hey Sokje, hallo. Hier, ik heb pizza gegeten, ik heb nog wat op mijn handen. Vind je dat lekker? Ga maar likken. Lekker hè? Sokkie die kan eigenlijk zo in zo'n reclame, vinden jullie niet? Zo'n reclame voor brokjes of zo. Dan gaan we als laatste nog even het vuilnis wegbrengen. 1, 2. En dan is het nu tijd voor mij om lekker te gaan slapen. Dat kan ik wel eventjes gebruiken. De afgelopen dagen waren nog wel korte nachtjes. Dus heel erg bedankt allemaal voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. Te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik check jullie morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. Want dan ga ik weer lekker op avontuur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace. Knol power!